De musicalsterren moeten al vroeg hun bed uit om op tijd in de snelle Thalys-trein naar Parijs te zitten. Onderweg helpt Carlo Boshart een journaliste die technische problemen heeft met haar memo-recorder. Norlaila Karim wordt meteen geïnterviewd voor een krant. Haar collega Suzanne Zegers leest nog even het verhaal door. Maar dan is er even paniek, want waar is Jamai? Die komt in Thalys later. Waarom? Ik weet het niet. Rug stond open, hoorde ik. Zoiets, ja. Rug stond open. Eenmaal in Parijs aangekomen is het gezelschap meteen in Les Misérables stemming. Nou, hier is het gebeurd. Ja. Hier heeft Jean Valjean gelegen. Hier op dat plein. Terwijl iedereen van het mooie Parijs geniet, is hoofdrolspeelster Norlaila Karim met hele andere dingen bezig. Jongens, hey, dit is privé, ja? De musical Les Misérables is gebaseerd op het wereldberoemde boek van Victor Hugo. En dus staat als eerste een rondleiding in het huis van de Franse schrijver gepland. Terwijl de gids het levensverhaal van Victor Hugo vertelt, arriveert ook Jamai eindelijk. Ik had gewoon alle ongeluk van de wereld vanochtend. Maar ja, goed, we zijn er. Het huis en met name het sfeervolle interieur van Victor Hugo maakt veel indruk op de musicalsterren. Hey! God. Niet geheel mijn smaak, maar ik moet zeggen, voor die tijd, ja, bijzonder. Heb je het plafond gezien? Kijk, dat ziet er toch ook wel heel bijzonder uit. Les Misérables speelt zich af in het Parijs van de 19e eeuw. Om in de sfeer van het verhaal te komen, bekijken de hoofdrolspelers een aantal locaties uit het verhaal. Zo bezoeken ze de kerk waarin studentenleider Marius en zijn grote liefde Cosette trouwen. In de musical worden zij gespeeld door Jamai en Suzanne Zegers. Dit is dus de kerk waar wij in het boek trouwen, Marius en Cosette. Wil je mee me trouwen? Natuurlijk, ja, weet ik wat je eruit wil. Het is een prachtig huis. Ja, moet je kijken. Tegen 6 uur gaat de groep richting het 4-sterrenhotel voor het diner en de overnachting. In de lobby klimt Jamai meteen achter de piano. Liefde die nooit sterven zou. Hij zit al hoor. Een God die alles zou vergeven. Jamai laat ons meteen even zijn prachtige hotelkamer met uitzicht op de Eiffeltoren zien. Oh. Het is allemaal oud, hè? Dat moet het even. Maar we hebben gewoon uitzicht op de Eiffeltoren. Jamai is al een tijdje samen met Tarzan-hoofdrolspeler Ron Link. Een nachtje zonder Ron, is dat niet vervelend? Ik kan heel goed slapen in mijn eentje. Heerlijk, eindelijk hier een bed voor mij alleen. Laat ze altijd op het delen. En zeg nou eens eerlijk, je was gewoon te laat dat je nog lekker naast Ron mag. Oh, nee, absoluut. Ik wou dat ik dat kon zeggen. Echt waar. Morgen ziet u in Shownieuws wat de hoofdrolspelers in Londen gingen doen.